Enzo verdient. Mensen, weer een nieuwe video. Ja, ja, zeker weten, dagelijks uploads. En vandaag wil ik het hebben over Enzo Knol en bizarre feitjes. Want ik dacht, misschien is dat wel een keer leuk om gewoon een serie te maken over alle YouTubers. En dat ik dan op internet ga uitzoeken wat voor feitjes er allemaal staan. En dat jullie dat wisten, weet je wel. Dat is super leuk. Dat vind ik leuk, ja. Dat vind ik leuk. Ja. Nou, dan ga ik weer voor de 11e keer zitten, want het ging heel de tijd fout. En ik heb een kraak in de stoel. Mensen, laten we gewoon de 40 likes halen, 50, 100, weet ik veel wat we halen. En het motiveert me zoveel. Feitje 1. Toen Enzo klein was, hij was een tiener, liep hij altijd weg van huis en is hij altijd teruggevonden. Hij was gewoon, ja, hij was een beetje een dondersteen. Feitje 2. Enzo heeft nooit zijn school afgemaakt. Hij heeft nooit zijn school afgemaakt. Maar toch is die nu zo. En dat vind ik super cool om te zien. Want ik haat ook school. Dus misschien, ja. Misschien ga ik ook gewoon van school af. Nou, laat ik dat maar niet doen nog. Maar ja, ik ben bijna 18. Dus dan hoef ik niet meer naar school. Maar dan moet ik werken. Feitje 4. Yeah. Het gaat snel al, hè. Ja, we zijn al bij feitje 4, ja. Zeker weten. Jij daar, we zijn bij feitje 4. Er komt een WhatsAppje binnen. Maar die ga ik niet reageren natuurlijk. Gewoon lekker zo. Zo, bijna weer tegen de muur aan. Enzo verdient 8000 euro per maand. Tipje. Feitje 5. Zijn leven bestond eerst uit alcohol, roken en gamen. Dat had ik niet verwacht, mensen. Van hem had ik dat niet verwacht. Want hij is echt nu een anti-roker. En nu opeens feitje 6. We zijn al bij 6. Hij heeft nooit vroeger werk gehad. Nou mensen, mijn opnameprogramma stopte. Sorry daarvoor. Mijn mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Jullie kunnen stemmen. Dat vind ik wel leuk. Als jullie willen dat ik Furtje ga feiteren. Dus feitjes van Furtje ga opzoeken. Doe even dat duimpje omhoog. En dan kijken hoeveel likes we gaan halen. Dat is toch, ja. Dat is misschien wel een goed idee. Jullie bepalen het. Dus ja, laten we dat doen. Leuk dat jullie hebben gekeken. Doe alvast een reactie schrijven. En natuurlijk, dat mag gewoon natuurlijk. En deel is ook altijd leuk. En klik op dat belletje. En dan zie ik jullie weer later.